Het is nog vroeg, YouTubers en retroplayers, maar ik heb de eerste games binnen. Ik ben er heel blij mee. Niet voor een super rommelmarktprijs, 60 euro, maar jullie mogen het zelf beoordelen. Komt-ie. Ah, het is heel donker om te zien. Heel donker om te zien. Maar een Super Nintendo, een scope en we 5 games. Dus echt tof. We gaan nu verder op de markt, die volop bezig is. Hey YouTubers en retroplayers, ik ben op dit moment een beetje moe, ik ben mijn video's aan het editen en zoals jullie in het begin zagen, het is behoorlijk donker om 5 uur 's ochtends, maar ja, dan maak je wel de beste deals. Mijn tipvideo was dus wel waar, tip 1, kom op tijd, want er stond letterlijk iemand achter mij die de Super Nintendo ook wil kopen, maar ik was er net voor. Dus ja, dat is een beetje balen om te zien, die donkere video's. Dus in het begin pakken we even iets anders aan. Ik laat zien wat ik gekocht heb. En daarbij ook de prijs waarvoor ik het gekocht heb en de gemiddelde marktplaats en eBay prijs. Dus dan kunnen jullie zien van god, dat is een goede aankoop, dat is een hele goede aankoop, dat is een oké aankoop. En jullie kunnen daarop ook je commentaar geven onder in de YouTube box van nou, dat is toch wel ietsjes meer waard, of nee, dat is toch iets te hoog geschat. Dat zie ik ook graag tegemoet. Dus laten we daarmee beginnen met een lekkere Zelda beat-ronde van ja, als je Super Nintendo vindt op een rommelmarkt, een vrije markt, Koningsdag. Er is toch gewoon zo'n gevoel net alsof een schatkist open. Dus laten we daarmee beginnen. Niet alleen Super Nintendo spul tegen en ander leuk spul, er waren ook games bij waar eigenlijk niemand meer belang bij heeft. En ja, daar zien jullie nu een montage van. Oké, daar gaan we. Shrek, Ratatouille en Finding Nemo. En nog wat overige DVD's. Xbox 360 games, waaronder voetbalgames. Een terugkerend thema, want hier hebben we Wii games, ook voetbalgames. Hey! Hier treffen we DS games die mijn interesse niet hebben. En hier hebben we weer Wii spellen en Sports PlayStation 2 games. Nogmaals DS games die mijn interesse niet hebben. Nog meer PlayStation 2. Hey! En uiteindelijk overpriced Wii games, die zijn heel overal. Ik ga echt geen tientje betalen voor een fucking shooter. Er waren ook PlayStation 2 spellen waar ik wel interesse in had, bijvoorbeeld in dit stapeltje. Oké, tijd voor een quiz. Ik heb 3 PlayStation 1 spellen gekocht uit dit stapeltje. Jullie mogen raden welke 3 PlayStation 1 spellen ik meegenomen heb. Welke zouden jullie zelf meenemen? En wat zou ongeveer de prijs wezen? Ja, zijn jullie eruit? Oké, tijd om keuze te maken. Ja, dit zijn ze geworden. Ik heb het ook gehad in mijn Koningsdag tips video over het vroeg komen.
Zo wil je de markt zien. Lekker rustig, snel erover lopen en je hebt keuze genoeg. Dit wil je dus niet zien. Laat komen op de dag en veel mensen die ook kijken tussen de spullen. Iets wat ik niet behandeld heb in mijn tipvideo is de geluksfactor. Ik kwam deze jonge man tegen terwijl hij aan het uitpakken was. Gelukje voor mij, ik had de eerste keus. Ik heb wel interesse in een paar spellen van je. Ik heb wel interesse in de Pokémon spelletjes. En deze is 1 euro, weet je dan, is die zo slecht? Nee, dat was van vorig jaar. Hier staat gewoon de... Oké. Mario en Sonic heb ik wel belang bij. En die Batman spelletje lijkt me ook wel leuk. Kijk hoor. 1, 5, 2 voor 8. Die Batman wil ik wel graag van je hebben als dat mag. Ja. En die 2 Pokémon spelletjes. En die Mario en Sonic, deze heb ik ook wel belang bij. Ja. Ja, die had je voor 1 euro, hè. Die dinosaurus spelletje, die vinden de kinderen denk ik ook wel leuk. Wat zullen we voor de prijs ervan maken? Je hebt, kijk hoor, 1 voor 5, 2 voor 8. Nee, hoeveel heb ik? 4 DS spel, hè. 1 voor 3, 2 voor 5. Dan heb ik 4 voor 10 en ik heb eigenlijk 1. Dus wat dan? 15 euro, zeg maar. Ja. Ah, ja joh, dat is wel waar, ik geef je dat wel. Dat was mijn bijdrage voor Koningsdag 2015. Ik heb last van mijn rug, ik ben moe, ik ga lekker op bed. Ik hoop dat jullie van de video hebben genoten. En dat jullie er wat van opgestoken hebben. Mocht dat het geval zijn, druk dan even op die like knop. En druk je ook direct even op die abonneer knop. Want ik kom weer terug met meer tips voor rommel- en vlooienmarkten. Ik ga meerdere bezoeken dit jaar, dus er worden ook wel weer leuke video's van mensen die tegenkomen en aankopen die ik doe. En ik ga tips geven, dus daar heb je sowieso weer aan die je geld gaan besparen of waardoor je kennis groter wordt van games. Ik draai al jaren mee in het wereldje van gamers. Ik ben door schade en schande wijs geworden, zoals iedereen in het leven. En daarnaast ga ik ook tips geven, let op aan mijn mond. Ik ga tips geven voor online webshops en gameshops. Ja, en daar uit mijn mond. Als ik zei, ik draai jaren mee, dus ik heb de nodige kennis. En ik word niet gesponsord. Dus ik kom ook niet met bullshit, wat vaak gebeurt op andere websites en de andere YouTubers. Van daar moet je wezen, ondertussen krijg je er geld voor. Nee, gewoon tips, trucs, daar moet je wezen. Daar is goedkoop, die is het beste service, die is keurig, die is goed. Dus daar kunnen jullie ook naar verwachten. Dus weer een reden om die abonneerknop in te drukken. Daarnaast kunnen jullie veel of bijna alles nalezen op retroplayer.nl. Ik hoop jullie graag weer te zien. En als het niet volgende week woensdag is, dan maar op de volgende Koningsdag. De mazzel.